Bavaria City Race ruim een week geleden. Prominenten worden rondgereden in elektrische sportauto's. Voor de kenner het summum. Ik zeg ook altijd tegen iedereen, als je instapt, dan ben je verloren. Tenminste, in mijn geval ben je verloren. Maar als je instapt, als je wegrijdt, dan weet je wat het is. Iedereen kan vanaf donderdag het gevoel van elektrisch rijden beleven. Want dan is het eerste elektrisch vervoerscentrum open. In het centrum wordt ook voorlichting gegeven aan bijvoorbeeld bedrijven die hun wagenpark willen vervangen. Gefinancierd door de gemeente Rotterdam, het Rijk en het bedrijfsleven. Gevestigd in een strak en volledig duurzaam pand vlakbij het Centraal Station. Het is een prachtig mooi voorbeeld dat elektrisch rijden niet suf of duf hoeft te zijn. Er zit ook niet een normale motor in, maar een veredelde wasmachinemotor. En in plaats van veel cilinders hebben we hier heel veel accu's. Deze auto is sneller dan menige Porsche of Ferrari. 3,9 seconden naar de 100. En is ook goed geweest voor de eerste bekeuring in Nederland met elektrische auto. Dus dat is ook een hele mijlpaal was dat voor ons. Leuk zo'n sportwagen. Maar doordat die meer dan een ton kost, win je daarmee niet de strijd. Wel met de middenklasse auto's, zoals deze. De aanschafprijs is nog wel hoger, maar dankzij allerlei regelingen overkomelijk. Het grote voordeel zit natuurlijk in het gebruik. Voor een euro of 5 is de wagen opgeladen en goed voor 200 kilometer. Daarnaast is het onderhoud minimaal. Je ziet dat zo'n auto anders werkt. Je hebt natuurlijk geen benzine erin zitten, maar je hebt energie. Dus linkerzijde heb je de accucapaciteit en hier rechts zie je de oplaadstations waar staat hoeveel kilometer je nog kan rijden naar een volgend station. Dat keurig netjes aangegeven in je routesysteem. Het is natuurlijk een iPad op wielen. Het is natuurlijk niet de normale standaardauto zoals we hem nu kennen. De motor draait, hè? De motor draait. Ja, het is heel raar, want je mist een dimensie. Maar het is, ik moet zeggen, het is een hele prettige auto. Niet alleen auto's in het vervoerscentrum, maar ook bijzondere elektrische hebbedingetjes. Voor een paar duizend euro. Dit is eigenlijk weer zo'n prachtig mooi voorbeeld dat innovatie ook gewoon heel grappig kan zijn. Dit is een soort ski-ding. Dit ding kan je inklappen, kan in de auto. Je kan op een gegeven moment dwars door de stad heen karren. En dit is ook iets wat helemaal hier thuis hoort en ook de toekomst heeft. Prijs? Deze gaan vanaf 2600 euro. Nou ja, als we nu kijken, er rijden 336 elektrische auto's in Nederland. Dit jaar geregistreerd. En we moeten ongeveer tussen de 800.000 en 1 miljoen stuks toe. Nou, dan hebben we nog wel een redelijk groeipotentie, zal ik maar zeggen. Dus we hebben nog een hele klus te gaan.